Wij proberen boeren te helpen natuurbeheer te doen. Ook enthousiasme daarvoor te genereren. We hebben uitgestelde maaidata ten behoeve van weidevogelkuiken, zodat ze de tijd hebben om vliegvlug te worden. We hebben ook plasdras gebiedjes. We proberen goed ver van de sloot te blijven met bemesten, dat soort dingen. En dat werkt echt stimulerend in het weidevogelbeheer. Doordat we bijna een vijfde deel van ons areaal in weidevogelbeheer hebben, heb je een deel van je voer met toch minder goede kwaliteit. Als je heel vroeg kunt maaien, heb je een veel hogere kwaliteit van je gras dan wanneer je pas op 15 juni heb je heel stengelig lang spul waar niet zo heel veel energie meer voor de koeien zit. Dat is echt een kostenpost. Dus die schadeloosstelling die is voldoende. Je verdient er niet echt aan. Je hebt natuurlijk als agrariër heb je belang bij grote, ruime percelen. Liefst zou je daar een trekker met een robot op heen en weer laten gaan, maar met al die kronkels is dat heel lastig. Maar de burger die adoreert dat landschap, die wil dat graag zo in stand houden. Dus daar zit een beetje een tegenstelling. We willen allemaal graag het landschap mooi houden, maar ja, de ene stoort zich aan zo'n kleine windmolen die eigenlijk op een bouwblok van een boerderij verloren gaat. Want zo'n impact heeft in mijn idee die windmolen niet. Maar goed, andere mensen die vinden het vreselijk. En ja, zo gauw ze een wiek zien, dan flippen ze. daar moeten we met elkaar uitproberen te komen. Er is net een gebiedsraad voor Midden-Humsterland in het leven geroepen. En die moeten de gemeenteraad en het gemeentebestuur adviseren van hoe gaan we met het gebied om.